kijkt naar deze nieuwe video. Vanuit een andere plek. Wacht, ik doe even de lamp aan. Ik weet niet of het heel veel verschil maakt, maar goed. Het is vandaag tijd om de kledingkast uit te zoeken en op te ruimen. Het is een andere kledingkamer dan normaal, want dit is dus in ons nieuwe huis. Super fijn. Dit gedeelte is van Sander en dit gedeelte is van mij. Dus daar gaan we zo naar kijken, naar mijn gedeelte. Want Sanders gedeelte moet hij gewoon lekker zelf doen. Ik heb echt al een tijdje niet mijn kleding uitgezocht. Ik kan me niet eens meer heugen wanneer ik het voor het laatst heb gedaan. En tijdens het verhuizen heb ik alles er gewoon ingehangen. En toen dacht ik, oh, maar dit draag ik eigenlijk nooit meer. En oh, dit heb ik ook nog. En oh, hier zit een prijskaartje nog aan. Daar moeten we naar kijken. We gaan er even doorheen. En we gaan streng zijn. Dus ik denk dat ik heel veel weg ga doen. Ben je benieuwd wat voor kleding ik allemaal heb? Wat ik ga wegdoen? Wat ik ga houden? Blijf dan zeker kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, er staat nu natuurlijk een ringlamp. Maar als je de kamer inkomt, hebben we hier een teddypoef met al onze sokken. Een spiegel. En in die spiegel heb ik al mijn sieraden. Ik krijg hier heel vaak heel veel vragen over, maar deze is van de Xenos, echt al een tijdje terug. En dit schoenenkastje heb ik van de Kringloop. Heel erg fijn, want die wilden we ook. Dus nou, die hebben we mooi bij de Kringloop op de kop kunnen tikken. En daar heb ik eigenlijk alleen maar mijn schoenen in. Ja, het is echt heel erg. Nou, en dan is dit dus de hele kast in bouw. Heel erg fijn. Dit is Sanders gedeelte. Maar ik moet zeggen dat ook hier schoenen van mij staan. De bovenste plank is van hem. En de onderste plank is allemaal van mij ook. Allemaal cowboylaars en zo. Oeps. Hier gaan we naar kijken. De kledingkast van mij. En ja, dit is de chaos. Ik heb het er allemaal ingestopt. Op zich zit er wel een systeem in. Dus het is niet rommelig of zo. Dat valt echt wel mee. Behalve dit. Hier wil ik echt nog even naar kijken. Dus ja, we gaan gewoon ergens beginnen. Even nadenken. Ik denk dat ik gewoon hier ga beginnen. En ik denk dat het een lange video wordt. Want ik vind het zelf leuk met opruimvideo's dat we echt door de kleding heen gaan. Dus dan kun je zien wat ik hang en wat ik weg doe. Goed. Ik heb hier dus hanggedeelte. En mijn idee was om hier blazers en blouses te hangen. Dus dat heb ik op zich ook wel gedaan. Ik heb hier, en dat is dus eigenlijk niet echt een topsysteem. Ik heb hier een hanger. Oef, die is ook echt louis zwaar. Met allemaal tasjes. Dus elke keer als ik een onderste tasje wil, moet ik al die tasjes eraf halen. Maar ik weet ook niet hoe ik het anders even moet doen. Want er is geen plek, zeg maar, om het ergens in een bak of zo te doen. Dus voor nu hou ik dat even zo. En een Rituals geurzakje. Die heb ik dus hier lekker opgehangen met van die plakhangertjes van de Action. Maar qua tasjes hou ik echt alles. Want dit heb ik dus al uitgezocht. En het valt mee. Maar dit zijn al mijn tasjes. Dus we gaan echt even naar de kledinggedeelte kijken. Nou, deze blazer die heb ik nog helemaal niet lang. Dus die hou ik. Deze blouse heb ik ook nieuw. En die draag ik echt best wel vaak. Dus die hou ik. Deze blouse is een beige blouse. En ja, vind ik ook echt onwijs leuk. Hou ik ook. Heb ik ook echt heel vaak aan. Ik heb hier een zwarte blouse. Die zit niet helemaal mooi op de hanger. Maar die draag ik ook gewoon heel erg vaak. Dit zijn echt goede basics voor ook naar kantoor. Deze blouse die draag ik ook heel vaak met een giletje. Het is echt zo'n linnenachtige blouse. Die hou ik. Ik wil het wel een beetje op kleur gaan doen. En blazers bij blazers. Nou, dan mijn favoriete jasje. Deze. Hoi ook. Ik weet gewoon dat wat hier hangt, dat draag ik heel veel. Maar straks bij de andere stapels en zo, daar komen we echt dingen tegen wat weggaat. Maar dit is echt wat ik heel veel draag. Nou, dan dus deze blouse. En deze heb ik eigenlijk nieuw. Heb ik nog nooit aangehad, maar ik pak hem niet. Ik vind het kraagje gewoon niet helemaal leuk zitten. Want of je moet hem echt dicht dragen. Maar dat vind ik dan niet leuk. En open dragen, dat lukt niet echt leuk. Dus deze hele leuke kleur. Een beetje lila roze. Deze ga ik wegdoen. En met wegdoen zet ik het eigenlijk allemaal op Vinted. Dus mijn Vinted account is Floor Delver. Ik zou het even in de beschrijving linken. En ja, er komen echt heel veel items online. Want ik heb nog heel veel items ook
op zolder liggen die sowieso al weggaan. Dus daar moet ik nog foto's van maken. Dan heb ik hier een blouse. En dit is wel aan de ene kant een twijfelgeval. Maar aan de andere kant had ik hem laatst weer aan. En toen dacht ik, ja, leuk. Wat is namelijk nou het ding met deze blouse? Maar, mooie pofmouw. Die mouwen, die zijn gewoon best wel kort. En dat valt niet misschien nu te zien. Maar ik vind het mooi gewoon met blouses dat het gewoon normaal valt. En dit valt dan zeg maar even voor jullie beeldvorming zo. Dus dit is dan allemaal huid. Eigenlijk is hij dus te klein bij mijn armen qua lengte. Terwijl ik heb helemaal geen lange armen of zo. Ik ben 1,69 en gewoon, I don't know, volgens mij best normaal. Maar ik ga deze wegdoen. Ah, pijn in mijn hart. Maar goed. We moeten even streng zijn. Ik wil gewoon namelijk alles wat in mijn kast zit, dat ik het ook echt draag. En dat doe ik gewoon nu niet. Een blouse, een linnen blouse. En deze draag ik dus zeg maar nooit. Maar op vakantie altijd. Dit doe ik over mijn bikini heen. Dus deze, ja, elke vakantie weer heb ik hem aan. Dan heb ik hier superleuke blouse van de Costus. Die wil ik ook houden. Die heeft ook echt hele schattige kraag. Dan heb ik deze. En deze moet ik echt vaker aan gaan doen. Want deze heb ik echt nooit aan. Maar ik vind hem wel heel leuk. Dus deze wil ik echt even nog een kans geven. Ja, dan heb ik deze blouse. En ik vind hem heel erg leuk. En ook deze heb ik één keer aangehad. En dat was op vakantie over mijn bikini heen. Maar goed, daarvoor heb ik dus die andere blouse al. En dan denk ik, ja. Ja, ik vind het heel tof. Met een knoop erin of zo. Maar ik ga hem wegdoen. Ik draag het niet. Niet gewoon alledaags. En dan vind ik het zonde. En datzelfde geld heb ik eigenlijk met deze blouse. Terwijl ik hem super leuk vind. Ik ben er weg van. Deze zwarte blouse is van Chewy. Die heeft hier ook steentjes. En ook steentjes bij de borst. Maar hij is heel lang. En met blouses draag ik het eigenlijk altijd net zoals wat ik nu heb. Net een beetje in mijn broek. Maar als ik dat doe, dan heb ik zo'n bobbel van opgekropte blouse. Dus of ik moet het afknippen, maar dat vind ik dan weer zonde. Maar ik wil deze nog niet wegdoen. Ik vind deze echt heel erg leuk. Dan heb ik een zwarte wikkelvest. En niet boeiend, maar ik pak het toch wel eens in de winter. Een witte blazer, ja, draag ik echt nooit. Dus die gaat weg. Deze lichtroze pastelkleurige blazer, die draag ik echt heel erg graag als pak. Dus die hou ik. Nou, deze blazer heb ik toen gescoord bij de kringloop. En die draag ik ook echt heel erg vaak. Deze grijze. Dus die hou ik ook. Nou, deze heb ik nieuw. Dit is ook echt een prachtige kleur. Lila-achtig roze blazer. Dit is ook weer met zo'n pak. Deze had ik gisteren nog aan. Dus absoluut houden. Ik heb hier een mooie zwarte blazer. Nou, dit draag ik ook echt altijd. Een zwarte blazer. Dit is zo'n fijne oversized fit. Die is van Naked. En dan heb ik hier nog mijn groene, oh, kapotte hanger. En ik heb hier dus nog een groene blazer. Die is ook van de Chewy. Deze heb ik echt ook in een pak met een broek. Altijd in de winter aan. Zo, dus dit is mooi uitgezocht. Hier kan ik nog lekker veel ophangen zoals je ziet. En ik heb hier ook nog allemaal hangers. Dus die leg ik even apart. Dus dat is dit gedeelte. Dit gaat nu weg. En deze tasjes, ja, die hou ik dus omdat ik dit ook echt allemaal pak. Hebben jullie trouwens hier nog tips voor? Ik heb deze met festival aangehad, omgehad. En er zitten dus allemaal, ja, drankresten, drinkresten. Ik krijg het dus niet schoon. Het is suède. Ik heb echt van alles geprobeerd. Dreft, echt van alles. Ja, dus dit is echt mijn festivaltasje. Maar laat even weten als jij nog de ultieme tip hebt. Zo. Dan ga ik door naar het onderste gedeelte. Of boven, nee. Ik begin hier bij de broeken en de rokken. Dan zijn we dus hier gebleven. Ik begin even aan deze kant. Ik heb hier een zwarte lange rok. En die draag ik echt nog wel. Ja, dus die wil ik wel houden. Ik heb hier een grijze rok met een split. En hetzelfde geldt voor deze groene rok met split. Die heb ik eigenlijk nog nooit aangehad. En die zwarte ook niet. Ik wil de groene wel houden. Leuk met een zwarte trui en zwarte boots of zo in de herfst. En de grijze, die ga ik weg doen. Dus die is ook nog helemaal nieuw. Dan deze. Dit is echt een favoriet van mij. Deze bruine rok. Het lijkt, ja, het is eigenlijk precies dezelfde als die zwarte.
Maar dan met bruine vlekken. En deze. Dit is ook echt een favoriet van mij. Deze. En daar heb ik een bijpassende trui bij. En dan als set. Super leuk. Kijk, hier word ik echt blij van. Dus nou. Zie ik het weer. En dan denk ik, nee, ik ga deze ook wegdoen. Deze. Ik ben echt blij met de rokken. Deze twee. En die. Dus dit hou ik. En die twee doe ik weg. Komen we bij de korte rokjes. Dat vind ik lastig. Want ik draag dat niet heel vaak. Korte spijkerbroekjes. Ik vind dat gewoon niet heel chill zitten. Het gaat gewoon altijd bij mij in mijn kont. Echt altijd. En van die drie kwart broeken vind ik echt niet mooi. Dat vind ik heel lelijk. Dus daar moet ik iets voor bedenken ofzo. Maar deze van de Costes, die had ik met de kerstperiode gehaald. Dit is echt leuk. Die hou ik. Dit is zo'n leren broek. Dus die wil ik houden. Dan deze. Deze draag ik ook heel graag. Daar past die zwarte blouse bij. Dit is zo'n broekrokje. Dus dat is leuk als set. Dan heb ik dit witte rokje. En die heb ik ook echt al wel een tijdje. Maar deze ga ik wegdoen. Ik voel dat niet meer. Ik ga dat toch niet aantrekken. Ik heb dan eigenlijk helemaal geen korte rokjes meer. Dan heb ik deze. En dit is ook een heel erg leuk kort broekje. Maar deze weet ik niet of ik hem nog pas. Dus die ga ik wegdoen. En dan als ik hem pas, hou ik hem. Dan heb ik deze. Deze heb ik nieuw vorig jaar gekocht. Dus die wil ik wel houden. Dit vind ik echt een leuk broekje. En die pas ik ook nog. Dan heb ik deze. Dit is echt een favoriet van mij. En dan met van die touwtjes, zeg maar. Dus ja, die vind ik heel erg leuk. Die hou ik absoluut. Dan heb ik mijn favoriete leren broekje. Echt, dit heb ik elke keer weer aan. Vaak met festivals, met van die franjes. Hij is niet meer te koop, anders had ik hem in een maatje M gekocht. Dit is een S, maar dit gaat nog wel. Dus die wil ik houden. Dan heb ik hier een kanten wit broekje. Die ga ik wegdoen, dat draag ik echt nooit. Deze is ook weer zo'n broekrokje, maar dan gestreept. Ja, dat ga ik ook wegdoen. Deze heb ik nieuw, maar ga ik ook wegdoen. Het is echt een prachtig broekje, super mooi. Maar hij is mij echt te kort aan de achterkant. En dan heb ik hier nog een broekrokje. Ja, eigenlijk een broekje, maar het lijkt een rokje in het wit spijker. Deze spijkerbroek hou ik. Deze spijkerbroek met van die steentjes, die hou ik. Deze ga ik wegdoen. Een witte skinny. Ja, ik ben gewoon niet meer zo van de skinny. Dus die ga ik wegdoen. Een zwarte pantalon. Heel erg leuk. Die hou ik. Deze. Hier twijfel ik een beetje over. Ik denk dat ik deze weg ga doen. Ik draag hem niet meer. Deze beige spijkerbroek van Cotton Club. Die gaat weg. Ja, en dit is mijn nieuwe van de Shubi & White leg pants in spijker. Deze is zo mooi. En zit zo goed. Dus die hou ik ook. Dan. Ja, deze doet pijn. Deze doet echt pijn. Dit is echt mijn favoriete broek van Naked. Deze. Ik vind hem echt fantastisch. Maar dit is een maat 36. Hij is niet meer te koop. Maar ik pas hem niet meer. Want ik heb echt een 38 van broeken. Maar ik hoop telkens dat ik hem weer ga passen. Dat ik ga afvallen en weet ik het allemaal. Maar ja, dan denk ik, ja weet je. Waarom? ik ga deze weg doen met pijn in mijn hart. Als hij ooit op een of andere manier in een 38 weer online komt, ga ik hem bestellen. Maar dit is zo'n mooie broek. Ik kreeg deze op festivals als ik deze aan had ook echt vaak complimenten. Dan heb ik een leren legging. Nou, dat draag ik echt niet. Dat gaat weg. En ik heb er nog één. Nog een leren legging. Gaat ook weg. Dan heb ik deze broek. Die vind ik heel leuk. Ik had deze laatst aan met de zwarte blazer. Dus dat was echt een leuk outfitje. Dus die hou ik. Deze hoort bij de pak. Die had ik gisteren nog aan. Die hou ik. Dit is mijn favoriete broek. Ja, dit zijn echt gewoon broeken die draag ik het liefst. Van die wijde broeken. Deze is heel leuk van Shubi. Dan heb ik deze. Die hoort bij de pak. Die hou ik. Deze van Tess V. Ook zo'n wijde white leg pants. Kijk, heel erg leuk vind ik die. Het is geen flared, maar echt gewoon de hele tijd wijd loopt die. Ik ben niet, ook niet meer zo van de flared. Maar gewoon helemaal wijd vind ik wel leuk. Dus die hou ik. Deze ga ik wegdoen. Hij is heel leuk, maar ik pak hem gewoon niet. Dat is deze bruine wijde broek. Ja, deze doet ook pijn. Dit is precies hetzelfde. Dit is een set. Hier heb ik een trui bij van Refined Department.
En ik ben er weg van. Ik vind hem echt fantastisch. Maar dit is maat 36. En het is een hele stretchy broek. Maar het zit dan bovenaan gewoon niet heel mooi. Dit is een maxi 36. Jongens, dit is een XS. Moet je nagaan. Dit is een 34. Ik heb een 38. Ik pas hem, maar het zit gewoon niet heel lekker. Ik ga deze ook aan een van jullie verkopen. Nou, deze vind ik echt fantastisch voor in het zomer of een lekker weer. Dit is zo'n groene wijde broek. Hartstikke leuk. Deze, hier zit het kaartje nog aan. Maat M, dus ik pas hem wel. Alleen de bovenkant. Zeg maar, ik vind wide leg pants vind ik mooi als het echt een beetje baggy valt. En deze zit dan aan de bovenkant, zeg maar, bij mijn benen strak. En dan hier loopt hij wel wijd uit. Ik ga deze wegdoen, ook al is die nieuw. Het is echt zonde. Maar ik pak het dan niet. En dat is hetzelfde geldt voor deze. Het is precies dezelfde. Nog helemaal nieuw. Maar dan niet grijs, maar in een soort bruine kleur. Oh, dit doet echt pijn. Dan de groene pantalon en de lichtroze pantalon. Dat hoort weer bij de pak. Dus dat hou ik. En dat was het broekengedeelte. Oh, wat gaat er veel weg. Dit doet echt zeer. Vooral omdat ik hem nog echt leuk vind, maar ik het gewoon echt niet meer past. Dus ja. Ik heb de broeken en alles helemaal weer mooi neergelegd. Dit zijn mijn spijkerbroeken, dus eigenlijk helemaal niet veel. En dit mijn gewone broeken, dus ik ben echt, nou ja, naar een stuk minder gaan. Dit mijn rokken en mijn korte broekjes. Daarachter ligt ook niks, dus ik ga gauw shoppen. Maar goed, we pakken hem door met deze la. En hier liggen mijn t-shirts, hier liggen lange mouwen shirts en topjes. En dit zijn allemaal gewone topjes voor de zomer. En hierachter nog bikinis. Ik heb het allemaal maar neergelegd. Ik heb een mand beneden, besef ik me nu. En die ga ik ophalen voor de bikinis. Dus be right back. Zo, nog een mand. Dus dat kan ik mooi verdelen. Ik begin wel even met een shirt. Want dat vind ik makkelijker dan al die topjes. Dus ik begin gewoon helemaal hier. En dit is een lange mouw body. Dit draag ik echt onder blazers. En onder van alles en nog wat. Deze hou ik. Dan heb ik een korte mouw body. Die is van Zara. Volgens mij heeft iedereen deze in alle kleuren. Draag ik echt ook onwijs vaak. Dan heb ik gewoon een simpel zwart shirt met dit op de achterkant staan. Ja, ik draag dit dus niet gewoon normaal. Maar als ik bijvoorbeeld in de tuin ga werken of mijn konijnen ga borstelen of het hok ga schoonmaken. Dan kan het dus vies worden. Dan is dit zeg maar het shirt wat ik aandoe. Dus dit is gewoon een chill shirt, zeg maar, een werkshirt. Dan heb ik gewoon een hele mooie, kwalitatieve, witte shirt. Die is van Armed Angels. Die hou ik absoluut, die vind ik echt heel erg fijn. Deze vind ik ook fantastisch, die wil ik echt houden. Die is van Refined Department, deze. Dan heb ik dit shirt. En dit shirt heb ik vorig jaar gekocht. We waren toen op vakantie, of nee, we waren een weekendje weg in Nederland. Het was echt heel koud opeens. En ik had alleen een hemdje, topje mee. Het was in de zomer. Dus had ik deze even gekocht. Want dat was het enige zwarte shirt wat ik op zich nog wel leuk vind. Maar ik ga die niet meer dragen. Die gaat weg. Dat is van de Sting. Dan heb ik gewoon een basic zwart shirt. Dat is niet waar. Niet een basic zwart shirt. Van de voorkant wel, maar van de achterkant staat dit erop. En dit is van Colorful Rebel. Ik vind deze echt heel gaaf. Vind ik ook nog wel leuk, dus die hou ik ook. En deze ga ik ophangen. Hier de lange mouw zwarte body. Hier heb ik een simpel zwart shirt en nog een simpel wit shirt. En die hou ik ook. Dus dat ga ik even terugleggen allemaal. Dan heb ik hierachter nog ook wat dingen dus. Ik heb hier nog een bakje met panties, die hou ik. Dit is zo'n broekje voor onder jurkjes. Nog één. Panties, panties en broekje voor onder jurkjes. Dus dat is deze bak. En dat zet ik hier weer achter. En dan heb ik nog iets. En dit zijn mijn bralettes. De Hunkermüller, Hunkermüller, Shein, Zara en deze weet ik niet meer. Maar ja, die hou ik allemaal. Ik vind het gewoon echt heel leuk. Zo, dan ga ik door met de lange mouw topjes. En als allereerst heb ik hier een gestreepte, die hou ik. Hier nog een gestreepte lange mouw, maar bruin, die hou ik. Deze ga ik wegdoen. Dit is een glitter kooltruitje in een groen, maar die vind ik niet meer zo leuk.
Wat is dit? Oh, dit is gewoon een zwarte hoge kooltrui. Die hou ik. Die heb ik ook in deze kleur beige. Draag ik nooit, dus deze gaat weg. Een witte kleur kooltrui hou ik. En deze hoort bij de broek Refine Department. Ook een maat XS, maar ik heb SM en ik pas hem gewoon nog. Maar dan ga ik deze ook gewoon wegdoen. Dan ga ik dat hele pak verkopen. Dus die broek en top als set. Met pijn in mijn hart, want het is gewoon echt heel leuk. Maar nee, het is klaar. Kom ik bij alle topjes. En ik ga het er gewoon uithalen en kijken wat ik ermee wil doen. Het allereerste topje wat ik zie is deze. En deze hoort bij een broek. Die hou ik. Deze, dit is echt mijn favoriet. Deze en dan met die leuke broek die ik wegdoe van Naked. Met die spijker zebra print. Had ik aan naar een festival en ik kreeg echt zoveel complimenten. Deze is van de Zara. Is echt heel leuk, die hou ik. Ik heb hier een groen hemdje met kaartjes er nog aan. Onwijs zonde. Zo'n kanten, dus die gaat weg. Dit is echt een topje. Dat draag ik in de zomer heel graag. Die hou ik. Hetzelfde topje vind ik ook echt heel leuk. Deze. Die hou ik. Dit is zo'n wikkeltopje. Hou ik. Deze gaat weg. Die draag ik echt nooit meer. Zo'n zwart topje. Deze hoort bij die broek. Die had ik laatst nog aan als set. Heel leuk. Die hou ik. Deze heb ik nog nooit aangehad. En die lijkt een beetje op deze. Maar dit is dus zo'n een. Die ga ik weg doen. Een neon topje. Als ik ooit weer een neon feestje heb, hou ik. En deze topjes heb ik ook allemaal in allerlei kleuren. Die vind ik heel fijn, dus die hou ik. Topje ga ik wegdoen. Hier weer zo'n zwarte hou ik. Witte hou ik. Nog een wit topje, maar dan met van die bandjes. Die vind ik leuk, die hou ik. Ik heb hier een zwart kantenhemdje met stipjes. Die hou ik. Ook weer zo'n zwarte top die je wikkelt. Die hou ik ook. Deze ga ik wegdoen. Is best wel een leuke top, maar ik draag hem niet. Zwarte bralette, die gaat bij de bralettenbak. Dit oranje topje hou ik voor Koningsdag of zo, I don't know. Dit is echt een favoriete top van mij ook, deze. Met franjes, die hou ik. Ja, deze heb ik eigenlijk nooit aangedaan. Dus deze ga ik wegdoen. Ik vind hem wel heel leuk eigenlijk als ik het nu weer zie. Ik ga hem toch houden en dan met zo'n zwarte wijde pantalon. Toch leuk. Deze ga ik wegdoen. Dan heb ik deze. Heel leuk met die zwarte wijde pantalon. Zo'n gouden top. Zo'n crop topje, zo'n zwarte. Had ik ook heel vaak aan in de zomer. Hier nog zo'n one shoulder top hou ik. Dit zijn die topjes in allerlei kleurtjes. Dat vind ik gewoon heel leuk. Deze heb ik ook nog meer aan. Dus die ga ik wegdoen van Lofies. Met hier zo'n lange, ja, noem je dat? Gapende mouw, zeg maar. En dat franje topje heb ik ook in het wit, dus die hou ik ook. En dan heb ik hier dus allemaal bikinis. En die pak ik er gelijk even bij, want dan kan ik dat in die andere... Want ik heb dus nu twee van die manden. Dus dat pak ik erbij. Ik heb hier mijn favoriete bikini in het zwart. Die hou ik. Deze bikini, ook heel mooi. Die hou ik ook. Deze hou ik ook. Ik wil eigenlijk wel weer wat nieuwe bikinis. Deze... Met, waar is die top? Deze ga ik wegdoen. Ik ga deze bandana dingetjes ook wegdoen. Draag ik ook echt nooit. Dan heb ik hier nog een bikini. Prima voor nu. Mijn, waar is mijn Bayou? Mijn Bayou de Label. Bikini vind ik heel fijn. En dit is een hele mooie badpak met kaartjes er nog aan. Maar draag ik ook niet. Dus dat gaat weg. En dan ga ik alle topjes weer even hier in dit mandje doen. Nou, dit is al wel echt een stuk netter. Ik ga nu naar het onderste gedeelte. En hier heb ik eigenlijk al mijn BH en ondergoed. Dus dat ga ik niet uitzoeken. Dan heb ik hier weer sportkleding. En daar wil ik ook wel even goed naar kijken. Want daar draag ik ook echt wel veel niet meer van. Zoals bijvoorbeeld dit. Nou, dit croptopje van Stronger. Die vind ik dan nog wel leuk. Die wil ik wel houden. Maar deze van Stronger, die draag ik echt nooit. Dus dat is eigenlijk heel zonde. Die gaat weg. Die heb ik ook nog in het zwart. Is dat deze? Ja, ook heel zonde. Maar ja, die gaat ook weg. Dit hemdje vind ik nog wel fijn. Die wil ik dan nog wel houden. Dit hemdje is van mijn moeder, dus die moet ik even teruggeven. Die is niet van mij. Nou, mijn top, die hou ik.
Deze hou ik. Dit draag ik echt nooit. Zo'n top. Maar die wil ik wel houden voor als ik buiten ga hardlopen. Deze wil ik ook houden. En deze ook. En deze ga ik wegdoen. Dit sport shirtje draag ik ook nooit. Een sporthemd hou ik. Die hou ik. Dit zijn allemaal sportleggings die ik nog wel draag. Die hou ik. Maar deze wil ik eigenlijk ophangen. Dit is zo'n sportjasje. Deze ga ik wegdoen. Dit is zo'n sportbroekje. Deze sportlegging hou ik. Deze sportlegging hou ik. Die hou ik. Die hou ik. En die vind ik eigenlijk ook nog wel heel fijn. Dus die hou ik ook. Wat is dit? Oeh. Ja, dan heb ik hier nog allemaal sport-BH's. Maar dat draag ik gewoon nog allemaal wel. Dus dat hou ik ook. Nou, en hier heb ik hoodies, vesten en riemen. Ik heb even de vesten gepakt. En deze vest heb ik nog wel eens aan als ik het echt heel koud heb of zo. Dus die wil ik behouden. Ja, en deze vest heb ik nooit aan. Die wil ik ook houden van de Zara. Maar deze van Mango, ja, ik heb die eigenlijk nooit aan. Zo'n beige vest, dus die ga ik wegdoen. Nou, en die hoodies die hou ik, want dat zijn er drie. En die draag ik alle drie. Oké, nee, ik ga deze vest van de Zara ook wegdoen. Als ik het dan koud heb. Als ik het koud heb, doe ik of een sweater aan. En de enige die ik dan hou is deze. Want die vind ik nog wel leuk. Dus dat. Oké, dan zijn we hier beland. Daar heb ik truien. Hier heb ik gewoon eigenlijk allerlei andere dingen. Vooral jurkjes en vestjes, giletjes. Dat soort dingen. Dus hier gaan we ook even doorheen. Deze heb ik dus net opgehangen. Dit kan perfect straks daarbovenin. Want hier kunnen er wat kortere dingen. Dus die kan ik dan daar straks mooi ophangen. Oké, we beginnen gewoon hier bovenaan. Ik pak er gewoon wederom weer uit. Ik heb hier een leren giletje. Die hou ik, want die draag ik. Dit blouseje hou ik in de zomer heb ik die altijd aan. Deze jurk heb ik nieuw. Vind ik echt leuk met een open rug. Dus die hou ik ook. Maar dat wil ik eigenlijk naar onder doen. Maar goed, ik hang het nu nog even op. Deze vind ik ook leuk. Die hou ik. Dus dat blouseje, die ga ik naar de andere kant doen hier. Ja, en die jurk hang ik ook even op, want die kan ik dan daaronder doen. Ik heb hier een leer jasje. Ik draag het eigenlijk nooit, maar ik ga het toch houden voor als ik ooit naar een festival ga en het is koud. Dan heb je gewoon wel een jasje, hè. Zo. Goed, dan heb ik deze jurk en ik vind hem nog steeds fantastisch, maar ja, weet je, het is klaar. Dit had ik aan ook toen ik 18 werd en zo. Ja, het is gewoon mooi geweest voor dit jurkje voor bij mij. Ik vind hem echt nog mooi. Dan denk ik, oh nee, hij is prachtig. Waarschijnlijk als ik hem aan ga doen om foto's te maken van Vinted, denk ik, hou hem toch. Maar in mijn hoofd nu, doe ik hem weg. Deze vind ik heel erg leuk. Met een zwarte bralet eronder. Dus die hou ik. Hier een heel leuk giletje. Hou ik ook met... Dit is zo leuk. Ik had deze aan met de festival. Deze van Lofies. En dan met die zwarte korte franje top. Nou, super leuk. Hier nog een Spencer. Die hou ik ook. Wat is dit? Oh ja. Dit is een topje. Een zwart blouse topje. Hou ik ook. En een linnen top. Ik vind deze ook echt prachtig. Dus die hou ik ook. Hier nog een beige leren giletje. Nog weer een korte witte top. Draag ik ook altijd als het echt heel warm is naar kantoor toe. Ik heb hier nog een superleuk blouseje. Van de Cotton Club. Die hou ik ook, maar die gaat naar deze kant. Hier een superleuk one shoulder top. Deze. En dan met beide mouwen, die hou ik ook. Deze top blijft fantastisch, vind ik. Dus die hou ik ook nog. Dit zwarte blouseje naar kantoor in de warmte, in de hitte. Dit is ook een kort blouseje. Die hou ik ook. Deze vind ik ook nog steeds superleuk. Dit blouseje hou ik ook. Deze. Ik denk dat ik deze weg ga doen. Heb ik echt nooit meer aan. Heb ik hier nog twee giletjes, omdat het niet paste op één. Dus
eerst even deze zwart met witte. Nou, die draag ik echt super vaak. En dit giletje heb ik altijd met zo'n beige jurkje aan. Vind ik echt heel erg leuk. Die hou ik ook. Dus dat was het bovenste gedeelte. Gaan we nu naar een stuk eronder. En hier heb ik dus vooral heel veel jurken. Dus daar gaan we ook even naar kijken. Ik heb hier dus net wat jurken opgehangen. Dus die kan ik hier terughangen. Nou, deze heb ik echt onwijs vaak aan. Deze beige jurk. Beetje met van die veertjes. Of niet veertjes, maar ik vind deze echt fantastisch. Ook super leuk dus met deze zo gecombineerd. Echt heel erg leuk. Dus absoluut houden die. Nou, ik heb hier een groene jurk. Die is eigenlijk wel heel mooi. Maar ik draag die nooit. Als ik het ook in het schermpje in de camera zie, denk ik, oh nee, dit is eigenlijk helemaal geen vloerjurk. Dus die gaat weg. Volgende jurkje is, oh, deze vind ik prachtig. Deze zwarte. Die heb ik ook heel vaak naar een festival aangehad. Die hou ik sowieso. Hier nog een mooie witte jurk. Ik vind deze ook super mooi. Die staat ook heel mooi. Die is van Naked. Die hou ik ook. Vriendinnen willen deze nog steeds bestellen. Elke keer als ik hem heb, zeggen ze, oh, ik wil hem ook. Maar hij is dus niet meer te koop. Hij is echt heel erg mooi. Dan deze. En deze vind ik ook fantastisch. Dit is echt heel erg leuk. Maar ik denk dat hij te klein is. Het is een maat 36. En de vorige keer zat hij al best wel strak, vond ik. Het is met zo'n diamanten randje. Hoe leuk met een zwarte hoed erbij en dan stoere Dr. Martens eronder. Maar ik ga hem wegdoen omdat ik hem niet pas. Maar als ik hem aandoe en ik pas hem, hou ik hem. Die mono, die hou ik voor naar het strand en zo. Dan heb ik deze. Deze vind ik ook echt super leuk. Die hou ik. Deze vind ik ook nog super leuk met een open rug. Die hou ik. Deze roze jurk vind ik ook fantastisch mooi. Hij is nu binnenstebuiten, maar een hele mooie jurk. Ja, deze. Elke keer hou ik hem, omdat ik hem echt super leuk vind. Deze van Colorful Rebel. Zo'n linnen jurk met een goud lurex draadje. En dan denk ik telkens leuk voor naar het strand. Maar altijd neem ik hem mee op vakantie. En dan is het gewoon te warm om naar het strand te dragen. Want het is echt een dikke stof. Hij heeft een beetje lange mouw. En er zit nog een onderjurk onder, zodat het niet doorschijnt. Dus dan is het gewoon te heet. Dus dan eindstand neem ik het weer mee naar huis. Draag ik het niet. Maar om het gewoon zo te dragen vind ik hem ook niet zo leuk. Dus ik ga hem wegdoen gewoon. Het is gewoon klaar. Het is een prachtige jurk, maar nee. Deze, dit is echt een favoriete jurk van mij. Dit is trouwens een kimono. Maar deze heb ik echt elke vakantie weer aan. Nou, en deze sterren kimono is van Shein. Heb ik echt met festivals heel vaak aan. Hou ik ook. Ik vind deze echt heel leuk. Dan heb ik nog een zwarte jurk. Ook weer binnenste buiten. Deze vind ik ook heel leuk. Deze heb ik van de Cotton Club. Dus deze hou ik. Nog een beige jurk van Lofies. Houden. Deze van de Shoei. Houden. Super mooi. Deze van Colorful Rebel. Binnenste buiten. Maar die hou ik. Is echt een favoriet. Deze van de Zara heb ik vorig jaar in de sale gekocht met een open rug. Maar die ga ik wegdoen, want die draag ik eigenlijk niet. Ja, dit is zo'n set en dit draag ik eigenlijk ook niet. Dus die gaat ook weg. Deze jurk binnenste buiten, maar die hou ik. Deze ook binnenste buiten, maar die hou ik. Nog een lange jurk hou ik, nog een lange jurk hou ik. Spijkerjurk vind ik ook heel leuk, deze nog. Dus die hou ik ook. Deze van de Zara blijft mooi. Die hou ik ook. Dan heb ik hier nog wat andere zomerjurken. Deze, echt zo'n lekkere zwierige jurk, vind ik heel mooi. Die hou ik ook. Hier heb ik nog een jurk binnenste buiten, maar deze heb ik ook heel vaak aan in de zomer. Deze ook super leuk met een riempje en Dr. Martens. Die hou ik ook. En deze heb ik via Vinted gekocht nieuw van de Zara. Echt super leuk vind ik die. Dus die hou ik ook. Leuk met witte sandaltjes eronder. Ik heb nog een spijkerpak. Die vind ik echt heel gaaf. En die heb ik ook nog laatst aangehad. Dus die hou ik ook. Dit is mijn nieuwe favoriete jurk van Naked. Super leuk. Ik had deze echt een paar dagen geleden nog aan naar werk. Met dan een zwarte giletje erboven. Maar deze jurk is echt prachtig van Naked. Dus die hou ik absoluut. Ik heb hier nog een zwarte korte jurk binnenste buiten. Maar die hou ik ook. Dan heb ik nog een
sweater dress voor in de winter. Die heb ik nieuw. Die hou ik. Nou, en die kimono's, maar die heb ik al gehad. Dus dat is het. Hier heb ik nu de zomerjurkjes en dan met mouwtjes. Lange jurken. Dus dit hou ik. En deze giletjes en korte blouses en topjes. Dus dan nu alleen nog de truien. Ik heb echt geen zin meer. Maar we pakken hem nog even door. Want we moeten alleen nog de truien. Deze. Dit zijn van die truien. Dan denk ik, ja, misschien vind ik het straks in de herfst niet meer mooi. Dus, I don't know. Dan moeten we het dan maar nog een keer uitzoeken. Deze bruine sweater, trui, whatever, hou ik ook. Die heb ik altijd met die bruine lange rok aan. Dit is echt zo'n leuke blauwe lange trui. Maar die ga ik niet meer houden. Die is klaar. Die hoef ik niet meer. Deze witte trui hou ik ook. Heb ik echt al heel lang, maar blijft leuk. Deze vind ik ook nog steeds mooi voor trui. Dus die hou ik ook. Hier nog zo'n zachte bruine. Die hou ik ook. Heb ik binnenste buiten nu, maar oké. Okay. En deze hoort bij die rok. Vind ik echt heel leuk als set. Dus die hou ik. En nog een basic zwarte trui. Die hou ik ook. Dus klaar. Deze hele stapel gaat weg. Het is echt veel. En ik zie er nu al tegenop om hier foto's van te maken. Maar goed. Als het goed is als jullie dit zien, staat het al live op Vinted. En misschien is het al heel veel verkocht. Dat weet ik niet. Maar ik ben klaar. Even een klus altijd. Maar als je het dan hebt gedaan, ben je er heel blij mee. Dus ja, hier mijn hanggedeelte, mijn broeken. En hier hanggedeelte. Heel veel hangers over. Ik heb ook even wat hangers bij Sander nu opgehangen. Hij heeft ook heel veel hangers over. Maar ja, in mijn jurken. Dus super blij mee. Nou, mocht je nog wat willen. Dit komt allemaal op Vinted. Hele bak. Zo, ik ben klaar. Morgen ga ik je foto's van maken. Als jullie dit zien staan, denk ik, alles staat alles al op Vinted. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende video weer. Doei doei!